Hey, jij daar. Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Justin en vandaag gaan we iets doen wat op dit moment weer trend wordt. En dat is Minecraft. En niet zomaar Minecraft. Minecraft Survival. Wat ik al miljoenen series van heb gemaakt. En één serie heb ik 30 afleveringen van gemaakt. En de andere misschien 1 of 2. Nice. Maar nu zit ik op een servertje. Weer eigen gemaakt. Dus, wil jij meedoen? Laat dan een leuke reactie achter hieronder met waarom je mee wilt doen. En ik ga ook een goal doen voor de likes. 10 likes en dan komt een nieuwe aflevering. Anders niet. Hey, dat doen elke YouTuber, dus dan doe ik het ook. Slimme jongen ben ik. Maar jongens, wij gaan Minecraft Survival doen, dus met jullie. Laat zeker achter wat ik moet gaan doen, wat moet ik gaan bouwen. Noem gewoon alles, ja? Noem gewoon leuke dingen. En gaan wij gewoon lekker beginnen met Minecraft Survival. Ik ben bij een village gespand. En dat is super leuk, want we zitten in 1.14.4 en in 1.14.4 met een village. En het leuke is aan deze village is dat we ons eigen dorpje kunnen creëren. En je denkt, huh? Weet je waarom? Daar zie je een mannetje staan. Goedemiddag meneer. Die man heeft dus geen werk en daarachter ook. Maar wij kunnen die mensen werk geven doordat we een stonecutter, een, hoe heet dat andere ding die je bij farms hebt staan? Ik heb geen idee even. En bedden plaatsen, huisjes bouwen, dan gaan er meer mensen komen en dan gaan ze ook breeden met elkaar. Dus hebben we straks een gigantische stad. En dat is een beetje ook het doel van deze serie, om hier een mooie village van te maken. We hebben een poes, zag ik. En kijk, deze man heeft geen werk. Maar als wij hier of daar, of wij bij een farmpje meer stonecutters, meer van die dingen die boombiel geven plaatsen, dan wordt hij misschien ook wel een werker. Ik weet niet wat. Maar dat wordt super cool. Dus laten we gaan beginnen. En ik wil niet te dicht bij deze farm gaan leven. En ik wil niet alles gaan nakken. Dus de bedden moet ik zeker niet doen. Want dan gaan ze gewoon weg. Dan verdwijnen ze gewoon die mensen. Die denken, joe. En wij gaan gewoon een beetje ver weg wonen. Niet te dichtbij. Want als er raiders komen. En die zie mij. En ik loop per ongeluk naar die village. En ik heb rechtsboven zo'n icoontje. Dat de raid kan beginnen. Dan heb ik een groot probleem. Want dan komt er raid. En dan gaat waarschijnlijk een groot deel van die villagers gaat dood. Die raiders zijn echt sterk hoor. Ik heb geen toren in de buurt gezien. Want ik heb natuurlijk even in game mode gezeten om niet dood te gaan voordat ik de opname startte. Vond ik een beetje zonde. Maar ik dacht, iedereen doet het de laatste tijd. Dus laat ik het ook gaan doen. Het wordt alweer nacht. Dus we gaan geen bed natten van het dorp. Want die hebben ze gelukkig. Dat is ook wel sneu zijn. Ze gaan zo lekker naar bed. Dat is echt leuk dat ze echt naar bed gaan. Echt een leuke update. Minecraft, toppie. Laten wij M. King. Laten wij gewoon bij dit watertje gaan wonen. Ik vind dit, oh ja, dit vind ik een mooi plekje om te beginnen. Snap je? Te beginnen. Dus wij gaan hier eventjes naar beneden. Want we gaan even onder de grond leven. Crafting table. Ik weet het allemaal nog, jongens. Het is misschien echt een maandje, 2 maanden geleden dat ik voor het laatst Minecraft Survival heb gedaan. Maar ja, boei. Wil je dus meedoen en je hebt geen microfoon of je hebt geen Discord? Het spijt me. Maar je kan dan niet meedoen. Via de chat gaan praten hoor. Dan word ik een beetje chagrijnig. Dus dat gaan we zeker niet doen. Dus heb je geen Discord of geen microfoon. Het spijt me. Maar reacties, ideeën zijn altijd welkom. En blijf natuurlijk kijken. Hier hebben we al en de site. Daar kunnen we ook leuke dingen mee bouwen. Want alle tekstjes zijn ook aangepast van alles. Hier heb je granite. Ja, dit is ook granite. Granite. Ik zet wel eventjes mijn bard dus eventjes omhoog. Want anders zie ik helemaal niks. En ik wil wel wat zien. We kunnen een oventje bouwen. Niet dat we er veel aan hebben. Maar dat gaan we wel hebben. Want die zetten we hier neer. En dan moeten we een sprintje drinken om hout te hakken. Oh shit. De wildheid staat nog aan. Ah. Hey, Wild Dead is weg, dus we kunnen weer lekker knutselen. Ha, ik had het nog aanstaan. Het spijt me. Nou ja, zonder in mijn plugins mapje. En Wild Dead moet je niet hebben aan het begin van de Minecraft Survival, want dan bouw je alleen maar met axes. En volgens mij met shovels heb je dat ook. Maar wat we nu kunnen doen is boem, 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 boem. Vuur. Kijk, en dan gaan we donder in diepen bouwen. Jongens, hebben jullie ook Minecraft in het Nederlands gehad? Ik heb dat echt lang gehad. Het is echt niet normaal hoe lang ik dat heb gehad. Echt niet normaal. Oké, dan plaatsen we hierheen. Kijk, en hebben we wat light. Light is very nice. En waarschijnlijk, als je dus een leuke reactie achter, ben je waarschijnlijk een van jullie is dan de eerstvolgende gast. Dus de volgende aflevering
mits de 10 likes er zijn. Ja, dan hebben we dus gewoon een nieuwe gast. En dan werk ik niet meer in mijn eentje, maar er is er gewoon iemand bij. Hey, Dirt. Dirt is altijd een idee. Mensen zeggen altijd, bij Dirt zit diamonds. Maar, ik zal je vertellen, ik zit op 44. En op 44 vind je geen diamonds. Sorry voor je theorie. Mensen die dat geloofden, het spijt me. Het spijt me, meneer. Wacht, als ik dit in mijn andere hand doe. Nee, dat is geen echt. Hij heeft geen nut en ik vind het irritant, want er zit iets links in mijn beeld en ik irriteer me daar. Gewoon mateloos. Maar je weet wat wel leuk lijkt om echt een hele houten muur of stenen muur om die gefillies heen te bouwen. Met wel een ingang, maar dan echt zo'n vet coole ingang. En dan wel een zo'n dikke muur. En wel dat de villagers zich thuis voelen. Dus niet dat die muur echt gewoon een meter van zijn huisje af staat. Lijkt me ook sneu. Maar ik bedoel, gewoon een goede muur. Gewoon een goede stevige muur. Wat best wel ver om die village heen is. Dat we ook nog kunnen uitbreiden. Want dat is gewoon leuk. Ik wil gewoon een hele grote familie maken. Hey, cool. Hey, hoe is het, cool? Ah, Mattie, jongen. Hoe is het? Ja, wel goed, hè. Ja, hij is wel goed met je. Hij is prima. Hij is prima. Oké, we hebben alle kool weggehaald. En ik hoorde net op de achtergrond. Dat is wel handig aan mensen op de achtergrond. Ze vertellen soms wel nuttige informatie. En op dit moment is het dus 32,5 graden als ik dit opneem. En het is om bijna 9 uur 's avonds. Wat is toch een fantastisch weer, jongens. Ik verbrand hier dood. Er staat hier een bouwlampje. Nou, het is geen bouwlampje. Een bureaulampje van 20.000 jaar geleden. Ik sta hier gewoon om mijn gezicht te branden. Om anders dat ik onderbelicht ben. Nu ben ik overbelicht. Maar dat ga ik hoop ik wel fixen in mijn editprogramma. Het wordt dag. Wat is dat een goede timing, jongen. Het is prachtig. Prachtig, prachtig. Hoe verzin je het, jongens? Prachtig. Kijk, we maken wel even de tweede pixels. Ja, dat kan wel. Dan maken we ook eventjes direct een stone sword erbij. En een stone axe. Ja, en een stone shovel. Ja, dan doen we deze hierin voor de gast. Ja, jongens, ik ga niet alles dure dingen weggeven. Ik heb helemaal geen zin in. En we moeten eten hebben, want ik ben wel level 2. Kijk, ze verbranden. Burn, man. You go burn and go die. Monster Hunter. Kaboom. Kaboom. Dankjewel. Rotte vlees. Jezus. Gevaarlijke. Levensgevaarlijke. Vieg. Kom dan. Vlieg. Oh. Jij wil stout doen. Ik heb geen armor. Dus ik ben heel dom bezig. Maar gelukkig is de dag. Dus de meesten zijn nu wel verbrand. Dus wij kunnen. Oh my god. Go here. Hier is dus de village, jongens. And I won't dare. Nou, op dit moment. Daar woon ik op dit moment. Niet dat er veel staat. Dus als ik ben de weg kwijt. Maar dan maakt niet zoveel uit. Sheeps! Oh. Hallo. Ik hoorde een heel eng geluid. Want enge geluiden in Minecraft, jongen, daar word je bang van. Kijk. Oh. Paardjes. Kijk. Maar deze gaan we killen. En dan krijgen we wel genoeg. Hopelijk krijgen we genoeg. 2. Bim. Bim. Ja hoor. 3 wolletjes. Ja. Want als ik jou kill, krijg ik grijs wol. En ik kan geen grijze wol van het bed gebruiken. Wist je dat? Nee? Oké, joe. Hey, kijk eens. Een koe. Boem, biep, biep. Niet leggen. Niet doen. Dankjewel. Fantastic, je iron. En een creeper in het biep. Biep. Ik had wat gehoord dat je alle blokjes terugkreeg. Is dat zo? Ze hebben gelogen, want die lagen meer iron blokjes. Miep, miep, miep. Maar, oké, volgens mij is het wel haast. 13 eieren aan het begin. Is meer wat ik uit mijn mijn heb gehaald, want dat is nullo. Ik ben heel dom bezig. Eventjes dit eten. Oh, mijn god. Ik zie wortels. Ik zie gewoon wortels. Dat is zeldzaam. Dat is echt zeldzaam, jongens. Volgens mij is dit echt reuze zeldzaam. Oh mijn god. Ja, ik neem er 3 mee. Ik heb ze teruggeplant. Dus ik kan niet boom. Oh nee. Oh ja, dit is die boom hier wat je van krijgt. Maar wortels is volgens mij heel zeldzaam aan het worden in village. Want volgens mij zie je het. Hier zie je het niet. Oh wel. Ook wel. Ja, je moet die wel even meenemen, jongens. Want dan kan je gewoon. Ja, dat is gewoon leuk.
Ik plant dit wel weer terug. Het komt goed. Mijn matties. Kijk. Ja, seatings. Ik weet dat dit de mensen moeten doen die hier werken. Maar ja, sorry. verder verdien ik niks. Oké. Okay. Oké, hier zit dus een bedje. Dat is nummer uno. Hier zit meneer de niks nutter in. Oh wel, wow. Dit is een Martian novice. Klei voor een emerald. Een emerald voor een brik. Nou, een brik. Kijk, hier staat stonecutter. Kijk, hij werkt best bij stonecutter, dames hier. Zo, oh, weer eruit. Top. Kijk, dit gaan we wel even jatten. Want volgens mij kan je hier niks mee doen. Als het zo is, dan plant ik het weer terug. Dus laat het achter. Hé, kan je jollen. Kijk, hier kunnen we toch eventjes begin brood van krijgen. Want zoveel dieren heb ik hier niet gezien. Dus dat is wel chill. En verder ga ik niks vernielen, want ik wil het alleen maar uitbreiden. En als plaat zie ik het later wel weer terug. Maar ik heb nu niet zoveel. Die maakt het niet zoveel uit, hoop ik. Wat zijn dit voor dingen? Dit lijkt echt geinig kruimpjes. Oh, dit is de bellen. En als je die bel ringt, gaat iedereen als een speer naar binnen. Kijk, daar is iemand aan het werk. Kijk, die heeft wel een baan. Maar hij niet. Het spijt me, meneer. Het spijt me. Het komt goed, jongen. Je krijgt werk. En kistjes leeghalen. Weet ik ook niet als het erg is. Volgens mij niet. Volgens mij kan je gewoon deze kistjes leeghalen. Dus... Weet je wat? Dit laat me lekker in. Dit mag je houden. Weet je wat? Zo vriendelijk ben ik wel. Hier zit niks in. Top. Oké, het wordt alweer nacht. Dus wij gaan zo snel mogelijk weer terug. Deze man kan niks worden en deze man wel. Maar je zet ook heel veel ranks. Je kan ze allemaal level up. En door meer level up worden ze vrolijker of zoiets. En dan... Ja, dan worden ze gewoon vrolijker. Ja, dat klopt. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Nou, dankjewel. Kijk, dan gaan we even bij deze meneer kijken. Omdat deze meneer aan het verkopen is. Want heel veel hebben geen werk. Kijk, potato voor... Oh, potatoes voor emerald. En wheat. Kijk, daar is de poes. Daar poes. Deze gaan we even killen. Want er zijn ook village met heel veel dieren. Dus daar kan je, als je die vindt, jongen, oh, dat is chill. Deze is niet zo heel groot. Dat is misschien ook wel een leuke uitdaging, dat die niet zo groot is. Nou jongens, ik rijk daar staan genoeg, joh. Boven op de berg. Wij gaan weer terug. Doe de home. En dan ga ik jullie dus bedanken voor het kijken naar deze Minecraft Survival aflevering Uno. En als er weer 10 likes komen op deze filmpje, komt de volgende keer wel weer een aflevering. En anders niet. En anders misschien wel, als er hele leuke reacties zijn. En veel weergave. En deel hem zeker met al je vrienden die je hebt. En laat een leuke reactie achter waarom je mee wil doen. En dan ben je misschien waarschijnlijk wel... Als er weinig mensen zijn, dan ben je waarschijnlijk wel degene die mee mag doen de volgende keer. Maar onze opbrengst is supergoed. Want wij hebben kool, we hebben vlees, we hebben leer, we hebben wortels, we hebben... potato die we kunnen planten. We hebben veertjes. We hebben kippies, boutjes. We hebben wheat. Heel veel wheat balls. En verder wat eieren die we gaan direct gaan omsmelten. Dus ik ga alweer lekker verder met de aflevering. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want het is hier snik heet. En ik wil wel verkoeling. Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij een volgende filmpje. Later. Joe.